Nou, goedemorgen. Het voelt als goedemorgen, dus het is ook goedemorgen. Wie was hier gisteren ook? Oh, dit zijn heel veel mensen. Waarom zijn jullie vandaag allemaal hier? We hebben gisteren echt veel gemist. We hebben net jongens van de SIT nog hier achter gezien. Die moesten nodig aan de koffie. Want ze komen, ja, ze waren aan de koffie, want ze zijn Italianen. Gaan nou terug naar huis. En ja, het is altijd leuk om een paar geruchten door de wereld te verspreiden. Over het feit dat we willen niet gaan stoppen. Maar dat gaan we de komende jaar gewoon elk jaar doen, denk ik. Maar we gaan natuurlijk allemaal hard op de 60 af, op dit moment. Dat betekent dus, je weet natuurlijk niet wanneer het ophoudt. We hebben natuurlijk ook, we zijn een beetje ouder geworden. Maar dat zie je natuurlijk niet, want we zien nog steeds een prachtige jongen uit. Weet u wel. Daar kom ik straks nog even op terug. Oké? Okay? Maar we gaan even de band voorstellen. Achter ons staat Rapolje. Dat logo heeft Diep nog een paar maanden geleden gemaakt. Onze Diep is ook een beetje bij. Diep, hey. Diep kijkt naar onze livestreams. Kijk jij daar zo'n logo. Dus de naam is de band Rapolje. We stellen jullie voor aan de band. Ja, jullie kunnen maar langer eigenlijk hoeveel u voor te stellen. Onze fantastisch goed spelende, mooi zingende William! Nou, ik sta natuurlijk helemaal in de schaduw van mijn collega waar ik al bijna 30 jaar na op naast mijn podium sta. Hij speelt mondharmonica, bouzouki. Ik zou het tegen pas vooral. Hij zingt bij dat zin. Makiel! Ja, en nou, de man die ook net iets harder op de 60 afgaat dan wij, want hij is een violist. Die leven wat ruiger, misschien iets minder ongezond. Tegen de tijd dat hij 10 jaar ouder is, ziet hij er net zo oud als wij. Dames en heren, Sebastian! Zoals Martel al zegt, het levende bewijs dat deze band je ouder doet uitzien dan je eigenlijk bent. Hij was ooit mooi rood. Wat is het dan weer? Zilveren. Ja, wat kan je noemen? Heb ik het zomer al zei. Onze vlierenfluiter met zijn doedelzak, met zijn fluiten. Hoe heet hij ook alweer?